Onder auspiciën van het Historisch Nieuwsblad en de Maarten maak ik ook volgend jaar samen met Willem Melching twee reizen. Reizen met een historische blik. En de ene reis gaat naar Italië en daar gaan wij speciale aandacht besteden aan het Italiaans fascisme en met name ook aan de op zichzelf eigenlijk heel modernistische cultuur van het Italiaanse fascisme in de vorm van de architectuur uit de tijd van het Italiaanse fascisme. Dat is reis 1. En dan maken we in oktober nog een tweede reis. Dat is de reis die heet Duister Duitsland. Die wij onderling overigens altijd het Hitlerreisje noemen, maar goed, daar moet u zich niet al te veel van aantrekken. De reis naar Duitsland concentreert zich op plekken die van belang zijn geweest voor de opkomst, de heerschappij en tenslotte de ondergang van het Derde Rijk.